Dit is hem dan, de Renault E-Tech T. Renault Trucks E-Tech T, moet ik zeggen. En ja, je ziet hier dat nieuwe neusje en die hele opvallende beschildering die erop zit. Dat is geen sticker, dat is een lak. En dan kunnen ze stroopjes erheen sturen en dan ligt dat op. Laat je even de techniek zien, dat zit allemaal verscholen in het kastje. Ja, hier zit dus die hele techniek voor die speciale lichtgevende lak die erop zit. Dus als je dit ook wil, ja, je bent wel je kastje kwijt. Hier zitten ook accu'tjes in, dus hij drinkt niet uit de boordaccu. Dus het is niet van invloed op je actieradius en het is wel cool. Ik weet niet wat het kost, het zal wel een behoorlijke duit kosten, maar het is wel iets heel aparts. Je mag er natuurlijk niet meer rijden op de openbare weg, maar op de parking kun je wel de blitz maken. En ja, stiekem kun je er misschien toch ook wel mee rijden, want ik zie wel meer illegale verlichting die niet helemaal mag. Maar, ja, het is wel leuk, het is er nooit gedaan en het valt zeker op. Hij heeft een compleet nieuw dashboard. Ja, de rest van het interieur is een soort van bekend. Nieuw is een soort een tafeltje. Best wel handig eigenlijk. Het zit hier op het dashboard. Kijk, je kunt hem aan alle kanten opdraaien. Dus je kunt op de bijrijdersstoel zitten. Maar je kunt, als je hem een beetje aanslingert, ook vanaf je bed gebruiken. Dus als je nou in je bed een filmpje ligt te kijken, dan kun je hier je biertje kwijt of je zakje nootjes. Ja, dat is best wel handig. Ja, en ten opzichte van de bekende dieselversies heeft hij een nieuw dashboard met een mooi groot scherm met de navigatie hier ook recht voor je neus. Dat is een keuze. Ik vind het zelf erg mooi. Nieuw stuurwiel. Renault heeft afscheid genomen van verborgen knopjes achter het stuur. Dus iedereen kan er nu meteen de weg in vinden. Dat was altijd een beetje eigenzinnig bij Renault, maar ze hebben zich nu geconformeerd aan de rest van de wereld, zullen we maar zeggen. En verder heeft deze auto dat nieuwe iets verlengde neusje, waardoor je wat langer mag zijn. In de cabine heb je er niks aan, maar het is wel een stuk zuiniger. En bovendien mag je dus een beetje langer zijn als combinatie. Ja, het is natuurlijk geen geheim dat de Renault Trucks familie is van Volvo Group en dat ze een hoop componenten delen met Volvo Trucks. Zoals de aandrijflijn van deze elektrische truck, de accu's, maar ook wat dingetjes aan het chassis. Bijvoorbeeld deze opstapjes aan het chassis, dat is precies hetzelfde als bij de elektrische Volvo's. En je kunt ze eenvoudig in- en uitklappen, kun je toch op je tranenplaatje klimmen.